Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Minnebo. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur. En dit kanaal gaat over strips, comics en geeky dingen. Het is vandaag woensdag 17 juni 2020 als ik dit opneem. En ik kreeg net een pakketje binnen van uitgeverij Personalia. Dat pakketje zie je hier. Ingepakt in een strip glossy poster. En ik dacht, ik zet gewoon de camera aan. Ik heb geen idee wat erin zit. Dan gaan we gewoon even kijken wat erin zit. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Goed, dichtgeplakt. Dat is sowieso al goed verpakt in de bubbeltjes wrap, zeg maar. Bubble wrap. Noortje nummer 30. Noortje slaat op hol heet het album. Zoals je kunt zien. Prinses Simona. Het is echt een meisjespakket, zo te zien. En dan de generaal gaat integraal nummer 5. Nou, we hebben natuurlijk laatst al een integrale van de generaal uitgebreid behandeld. En toen heb ik ook verteld dat ik niet zo'n fan ben van de creatie van Peter de Smet. Die we hier zien. Laten we er gewoon eventjes doorheen bladeren. Want dan weet je meteen wat erin voorkomt. En ik ben nog steeds niet echt een fan van de generaal. Maar ik weet dat heel veel van jullie dat wel zijn. Dus we gaan wel gewoon even kijken ernaar. En ik had eigenlijk gehoopt dat het een nieuwe stripglossie was. Waar dan mijn artikel in stond. Want ik heb een tijd geleden bij Sepp van der Kade al een artikel ingeleverd. Een interview met Al Ewing. In september vorig jaar al zo'n beetje. Maar dat staat er tot op heden nog niet in. Dus dat vind ik wel jammer. Maar het is geen stripglossie. Het is gewoon de generaal. Of gewoon, ik weet het. Mensen die naar dit kanaal kijken wel fan zijn van de generaal. Nou, dit ziet er wel leuk uit. Ander werk van Peter de Smet. Ik haal even de camera van het statief. Dat kijkt wat makkelijker dichtbij. Hoppakee. Daar doen we niet moeilijk over. Kunnen we even kijken wat er allemaal te beleven valt hier. Nou, dat is veel ander werk van Peter de Smet. Rudolf Rozijn zie ik hier. En natuurlijk gewoon de generaal. De man die elke aflevering weer probeert de boel te veroveren en daar niet in slaagt. Nou, dat ziet er zo uit, mensen. Er zijn weinig komische strips die aantrekkelijker zijn omwille van de onderlinge filosofie dan door de gag zelf. Peter de Smet's verbale kracht schuilt hem niet zozeer in de komische situaties. Het is veel eer het doorprikken van ambities van het burgermannetje dat zich ondanks zijn hogere streefdoelen veilig nestelt in zijn vertrouwde omgeving, die de generaal tot een unieke en spiegelgladde strip maken. Want wat is er komischer dan de medemens te zien uitschuiven tijdens al zijn goedbedoelde pogingen, al dus Weekblad Kuifje in 1987. Speciale aflevering van de generaal te vinden die Peter de Smet tekende voor het blad Poep. Een blad speciaal gemaakt ter gelegenheid van de afscheid van Frits van der Heijden bij uitgeverij Oberon. Vrij onbekend zijn de superkorte afleveringen van de generaal die Peter de Smet maakte voor de blad Spreekbuis. Een tweewekelijkse tijdschrift voor omroepmedewerkers. Deze afleveringen zijn verschenen in 1982 vanaf half januari tot begin juni. Nou, zoals altijd vraag ik natuurlijk, ken je de generaal? En zo ja, wat vind je daar dan van? Want ik weet wel dat sommigen van jullie er fan van zijn. En misschien zat je wel te wachten op de vijfde integrale.
Nou, eigenlijk hoeven we dit niet door te nemen, want ik heb niet het idee dat er mensen op mijn kanaal komen die naar deze strips uitkijken, zoals Prinses Simone of Noortje. Het is gemaakt door Patty Klein. Geschreven door Patty Klein en tekeningen van Jan Steeman. Ik weet niet precies, volgens mij wordt het in een meidenblad voor dat voor gepubliceerd. En dat ziet er zo'n beetje zo uit. Ik kan er niet zoveel mee met Noortje. Ik heb zelf geen kinderen. En ik ben ook geen meisje van 12. Dus dat zijn niet echt strips waar je mij een plezier mee doet. Maar het is wel goed natuurlijk dat er strips voor elke doelgroep zijn. Laat ik dat voorop stellen. En dan hebben we het natuurlijk over zogenaamde Tina-strips ook. Maar ook dit soort dingen. Want je moet ze jong te pakken krijgen, zeg maar, de lezers. Dat ze aangestoken worden met het stripkoorts. En dat ze dan daarna ja, gewoon leren strips lezen, zeg maar. En dat ze misschien later dan overstappen ook op meer volwassen werk. Dus ja, voor ieder wat wils heet dat, hè. En dat is wel belangrijk. Dus die zijn nu uit van uitgeverij Personalia. Noortje en de prinses en de generaal. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende.